Hebben we geluid, ja. Dames en heren, goedenavond. Heel hartelijk welkom deze mooie avond in de salon van de Bali. Ook welkom de mensen die misschien via de livestream kijken. En het is dus ook belangrijk voor ons publiek te weten, volgens de nieuwste AVG-maatregelen, dat er dus gefilmd wordt. En dat is eigenlijk vooral zichtbaar voor degenen die hier op het podium zullen zitten. Maar dat horen we even te vermelden. En dan wordt er hier vooraan ook nog een mooie documentaire film gemaakt. Zometeen wordt er iemand helemaal gevolgd. Dan weet u ook dat daar een camera actief is. We hebben een mooie avond samengesteld waarbij eigenlijk de hoofdvraag is: wat doen kunstenaars, architecten in relatie tot de politieke omgeving? Hou je je schuil? Ben je gewoon laag pour laag aan het werk? Maak je mooie dingen voor de mensen? Reageer je op die omgeving? Verhoud je je daartoe? Engageer je je? Of in het geval dat het een regime is of een omgeving is waar je grote problemen mee hebt, ga je je verzetten? Doet dat ertoe? Is dan natuurlijk de volgende vraag. Als je dat verzet vormgeeft als architect of kunstenaar, loop je dan zelf gevaar? Of kan het juist bijdragen aan een activisme? Het activeren van anderen. Nou, we kijken daarvoor naar de geschiedenis. Cheng Shai, we zijn heel erg blij dat jij hier bent. Er staat nog geluid aan. Ik hoor een radiootje of zo. Heel erg blij dat je hier bent. We kennen denk ik toch in meerderheid het prachtige boek wat je hebt geschreven over Djagilev, de impresario van de Ballet Rus. Die zowel in Moskou en Sint-Petersburg, maar later ook in de rest van Europa furoren maakte. En je hebt nu in maart een nieuw boek gepresenteerd, De Avantgardisten. Een fantastisch relaas over de jonge avant-garde, met daarin voorop Tatlin, Malevich, die zich proberen te uiten in de tijd van de tsaar. En vervolgens geconfronteerd worden met de grote omwenteling van de revolutie en zich daar ook opnieuw toe moeten verhouden. En ik denk dat Cheng straks iets meer gaat vertellen over hoe dat in zijn werk ging en wat dat nou uiteindelijk heeft opgeleverd en of de kunst stand heeft gehouden, om het maar zo te zeggen. Dan gaan we naar het hier en nu. Want we willen die vragen eigenlijk ook stellen aan twee architecten die op dit moment zeer actief zijn. Stefan Peterman en Gerard Lozenkoot. De een werkt voor het bureau van Rem Koolhaas, OMA. Ook zeer actief zelf in China. Nou, wat betekent dat eigenlijk als je daar actief bent? En Gerard Lozenkoot van UN Studio. Kantoren in Frankfurt, Hongkong, Shanghai. Ook een team in Dubai. En ook aan hen zometeen de vraag: hoe werkt dat? Hoe ga je daarin aan de slag? Onder welke condities? We hebben vervolgens Iskra Fuksik gevraagd om een soort column-analyse uit te spreken. Zij is redacteur bij het architectenbureau Studio LA. En zij schrijft ook op dit moment het boek Inclusive Cities. En zij doet ook onderzoek naar beton. Ze zal straks in het Engels praten overigens, dus dan is beton concrete. En zij volgt eigenlijk de rol van beton in de bouw. En welke mooie positieve aspecten dat heeft, maar ook wat het betekent voor degene die ermee moet werken of die er aan onderdoor gaan. Dus we zijn ook benieuwd wat zij gaat inbrengen in ons gesprek. En vervolgens verzetten wij ons panelgesprek voort. Dan komen er twee mensen daarbij aan boord naast de twee architecten. Cheng, we hebben je dan al gehoord natuurlijk, maar jij gaat ook bijdragen. En Kate Sina, die zit hier op de eerste rij. Initiatiefnemer, samen met Stefan, die naast ons zit, van de groep Keeping It Real Art Criticus, KIRAC. Jullie maken zeer kritische filmpjes waarbij je ook de kunstwereld een spiegel probeert voor te houden. Soms ook de dominante factoren in de kunst boven water proberen te brengen. De ongemakkelijke vragen stelt. En jij zal ook bijdragen aan het gesprek over de vraag: wat is dan de rol van de kunstenaar, de architect, in relatie tot het engagement? Of moet je daar juist heel ver van blijven? Nou, dan is het ongeveer 9:45. Dan is er ook nog ruimte voor een aantal vragen van jullie kant. Misschien inmiddels opgeladen, geïnformeerd of vanuit historische context willen meepraten, problematiseren van dit gesprek. Want dat is het wat mij betreft vooral een zoektocht. We hebben hier niet een debat met vooraf ingenomen posities. We zoeken eigenlijk echt naar de vraag: hoe geëngageerd kan je nou als architect, als kunstenaar zijn? Cheng, mag ik jou vragen om ons mee te nemen in het Rusland van de jaren 10-20? En misschien al iets vooruit te kijken naar het gesprek wat we daarna gaan voeren. Cheng Shai.
geachte dames en heren. U bent een kudde schapen. Zo begon Natalia Goncharova in 1913 haar presentatie op het inmiddels legendarische dispuut Het Doelwit. En daar werd gesproken over een ander manifest, een ander moment waarin ze zich hebben geuit. En dat was het manifest Een klap in het gezicht van de goede smaak. Eigenlijk de eerste momenten waarin de groep kunstenaars, die we nu de avant-gardisten noemen, zich uiten in Moskou en Petersburg. En dat manifest Een klap in het gezicht van de goede smaak was hun intrede in het debat over de plek die kunst in moest nemen in de samenleving. En daar hadden zij radicale ideeën over. En de kern van hun programma was eigenlijk de vereniging van kunst en leven. De kunst moest zich niet in musea, in ateliers, in studio's of in academies uiten en manifesteren. Die moest zich in het leven zelf manifesteren, op straat, maar ook in het leven van de kunstenaar zelf. Dat was het begin van hun leven als radicale kunstenaars. Waar kwam dat vandaan? Dan ga ik even kijken of dit. Ja, precies. We hebben hier Sint-Petersburg, het eind van de 19e eeuw. Moskou, rond de tijd van de revolutie. Twee steden die in Europa een soort China-achtige opkomst maakten. Enorme expansie van de economie. Ook politiek betekende dat Rusland zich ineens ging verhouden met de grote wereldmachten. Petersburg was toen, daar woonden 2,5 miljoen mensen. Was iets kleiner dan Londen, ongeveer even groot als Wenen, de tweede stad in Europa. Dus u kunt zich voorstellen dat die slapende reus Rusland zich ineens ging manifesteren op het Europese toneel. En bij al die expansie hoorde eigenlijk ook een dramatische, of snelle ontwikkeling van de kunstwereld, die zich ook in Europa begon te uiten. En ik heb een paar van die namen van rond de eeuwwisseling hier laten zien. Rachmaninoff, Kandinsky, de dichter Blok, Tsjechov wordt nogal vaak geassocieerd eigenlijk met de midden van de 19e eeuw, met de realistische schrijvers, maar was echt een man van het fin de siècle. Zijn grote toneelstukken zijn tussen 1898 en 1904 in première gegaan. Nabokov. Wat al deze mensen, met uitzondering van Tsjechov, ook verenigd, behalve die positie als ineens Europese kunstenaars vanuit Rusland, was dat zij allemaal van adel waren. En dat geldt eigenlijk ook voor de vorige generatie Russische schrijvers als Tolstoj of Dostojevski of Pushkin. Dat waren allemaal figuren die uit de elite van de Russische samenleving naar boven kwamen. En daar ook hun geld en hun prestige vandaan haalden. En vervolgens zich gingen manifesteren als kunstenaar, maar dat vanuit een economisch gezien aantrekkelijke achtergrond deden. Daar zit al eigenlijk het eerste verschil met die generatie van avant-gardisten. Dat waren namelijk niet mensen die uit de adel afkomstig waren, maar mensen die bijvoorbeeld uit de boerenstand of uit de middenklasse afkomstig waren. Die vaak uit de randen van het Russische Rijk afkomstig waren. Die Joods waren of Armeens of Oekraïens. En dat waren allemaal minderheden die in meer of mindere mate onderdrukt waren. Er was sprake van een soort georganiseerde discriminatie, vooral voor Joden, maar ook voor Polen, in zekere zin ook voor Oekraïners. En heel veel van de kunstenaars, die radicale kunstenaars, komen uit dat soort gemarginaliseerde of onderdrukte groepen. Er veranderde wel ook wat in die kunstwereld, want gelijk met die expansie zien we ook een enorme expansie van het privé-patronagesysteem. Dus er zijn allerlei mecenassen die zich op die kunsten werpen en beginnen hun geld te besteden aan de kunsten. En een van de beroemdste figuren lijkt dan altijd te zien, dat is de Shukin-collectie. En dat was een collectioneur die vooral westerse avant-garde kunst verzamelde of hippe kunst, hoe je het wilt noemen. Matisse onder andere zie je hier hangen in zijn paleis. Hier hangen nog Gauguin's. Daar hangt ergens daar ook een Van Gogh. En deze onderzaal had hij helemaal ingericht voor zijn collectie Picasso's. Die in zekere zin of nat van de verf uit het atelier van Picasso kwamen met grote kisten tegelijkertijd. En hij had ook die zaal in zijn paleis ingericht
zoals Picasso dat wilde, namelijk helemaal wit geschilderd. En van de eerste white boxes, zou je kunnen zeggen, in de kunstgeschiedenis. Hier nog een andere zaal uit dat paleis in Moskou, met nog meer Matisse's hier en andere post-impressionisten. Om een idee te geven van dat patronagesysteem dat enorm ontwikkeld was, maar uiteindelijk natuurlijk ook heel beperkt. En die avant-gardisten konden daar maar in zeer beperkte mate van profiteren. Want ze werden toch in zekere zin nog als te marginaal of te vooruitstrevend gezien om hier aan mee te doen. Dat was de situatie in 1913, 1914... toen die kunstenaars voor het eerst bedachten dat ze via het kanaal van de media zich konden gaan manifesteren. Via kranten, via optredens, publieke manifestaties. En dat gingen ze dus ook doen. En ze gingen zich steeds meer als publieke figuren laten zien. Hier zien we rechts Malevich, Matjushin en Krutschonov, dat was een dichter, in een pose waarin je, zomaar zeggen, Kandinsky of Tolstoy nooit zult hebben gezien. Let ook op de omgekeerde piano die daar op zijn kop hangt. Dat was allemaal natuurlijk allemaal dikke pret, dat kun je zich voorstellen. Hier een andere figuur, misschien nog wel radicaler in veel opzichten, Vladimir Tatlin, die zich hier als een blinde bandura-speler op een grote tentoonstelling in Duitsland had verhuurd, zou je kunnen zeggen, die daar optrad. En daar op zijn bandura speelde en dat gebruikte om zichzelf opnieuw in Rusland te manifesteren met die foto's. En dat had hij goed in scène gezet. En ook in dat pak Picasso probeerde te bezoeken, wat leidde tot een soort legendarische confrontatie tussen deze Tatlin en de leider van de Parijse avant-garde. En dan is er ineens een revolutie. Dit is volgens mij een samengestelde foto. Dus niet een, dit heeft niet historisch echt plaatsgevonden. Volgens mij zijn die figuurtjes er hier allemaal een beetje ingezet. Maar hoe dan ook, de revolutie was natuurlijk een grote volksopstand. En je moet zich daarbij voorstellen dat die revolutie eigenlijk van februari 1917 duurde tot eigenlijk aan het eind van de burgeroorlog, dus medio jaren 20. De burgeroorlog is eigenlijk de echte revolutie die daarop volgde. Zoals u weet behoudt Lenin de macht die hij in oktober 1917 naar zich toe weet te trekken. En er ontstaat de Sovjet-Unie. In die revolutiejaren beginnen die avant-gardisten voor het eerst als een soort collectief op te treden. Of althans, dat proberen ze bij het maken van dit grote interieur in het zogenaamde Café Pittoresque. Een plek die ook weer door zo'n mecenas was gefinancierd. In dit geval een banketbakker die Filipov heette en die een grote keten van patissiers door de hele stad had. En ook een groot hotel, het Hotel Luxe, waar die avant-gardisten dan, als ze even geen onderkomen hadden, konden slapen en konden verblijven. En die ervoor zorgde dat er allerlei podia in de stad waren waar deze kunstenaars zich konden presenteren. En zij gebruikten dan ook die ruimtes om daar hun kunst te laten zien, die zij vervolgens als een collectief presenteerden. En dit zijn eigenlijk grotendeels allemaal werken van Tatlin, die hij samen met leerlingen, waaronder de later beroemde Alexander Rodchenko, heeft gemaakt. Dus terwijl die revolutie plaatsvond, waren die kunstenaars bezig om die cafés op te zetten waar ze ook hun performances organiseerden, waar ze hun manifesten lieten horen. In zekere zin kun je zeggen dat die revolutie zich onttrok terwijl ze volledig daarmee bezig waren. En wat was daar nou te zien? Heel veel van de figuren die daar optraden zijn inmiddels totaal vergeten. Ik heb er een paar opgediept. En een van de meest kleurrijke figuren is zonder meer Vladimir Goldschmidt, een vriend en compagnon van Majakovski, die natuurlijk veel bekender is, de dichter, die daar optrad als
een levensfuturist, zo noemde hij zichzelf. Daar allerlei stunts mee deed. Hij noemde zich de eerste Russische yogi. Hij deed ook een jiu-jitsu en karate en deed daar performances mee. Terwijl hij ook zijn gedichten reciteerde. Het verhaal ging dat hij hele regimenten, soldaten kon hypnotiseren. Hij liet zijn piemel zien op het toneel. Hij deed aan klankpoëzie, dus kreten en het uitmaken van allemaal klanken. We weten niet precies hoe dat heeft geklonken. En daar deden alle andere mensen weer bewegingen bij. Een soort dans, of ze noemen dat klankbewegingen. En onder andere werd dat gedaan bijvoorbeeld door deze Sofia Dimshits. Op zichzelf ook weer een figuur uit die Russische marge. Een Joodse vrouw, ooit getrouwd met een neef van Tolstoj, daardoor opgenomen in de Russische elite. Weer van hem gescheiden en zich eigenlijk ontwikkelen tot een soort feministe avant la lettre. En daar meedeed met deze performances en later veel met Tatlin samenwerkte. Om een idee te geven, heel kort, van het radicale gehalte van die performances daar. Al deze kunstenaars kwamen daar samen, bedachten nieuwe projecten. En vervolgens werden zij in maart 1918 gevraagd om deel te gaan nemen in de nieuwe Sovjetregering. En dat is eigenlijk een cruciaal moment in de geschiedenis van de Russische kunst. Later eigenlijk heel vaak is Verdonkere Maand, om verschillende redenen. De Sovjets wilden eigenlijk sowieso niks te maken hebben later met die kortdurende samengaan tussen futuristen, avant-gardisten en de Sovjetregering. Dus zo er al in de Sovjet-Unie historisch werd gesproken over deze figuren, dan natuurlijk nooit over hun connectie. Maar ook in het Westen viel dit eigenlijk buiten het frame van de officiële geschiedschrijving, waar deze avant-gardisten eigenlijk vooral als slachtoffers van het regime werden geportretteerd. Hè, waardoor ook dit deel van dit cruciale deel van hun geschiedenis eigenlijk nauwelijks werd beschreven. Maar, laten we even goed opletten, Malevich, een Pool, in die zin ook weer een gediscrimineerde minderheid, werd voorzitter van de museumcommissie en zou een heel nieuw stelsel van musea van hedendaagse kunst gaan ontwikkelen en begon daar ook onmiddellijk mee. Dus het feit bijvoorbeeld dat je nu tot en met Vladivostok en tot in Georgië en Armenië of zelfs in Tsjetsjenië werken van bijvoorbeeld Kandinsky en andere avant-gardisten kunt vinden, komt door dat systeem dat door Malevich toen is opgezet. Chagall, die terugkeerde vanwege de revolutie, vanwege zijn revolutionaire engagement, werd commissaris van de kunst in Wit-Rusland, in Vitebsk om precies te zijn. Kandinsky had allerlei verschillende rollen. Eigenlijk een man van de vorige generatie, maar zijn kunst maakte hem in zekere zin deel van deze geschiedenis. En Tatlin, de man in het die zich nog verhuurde als blinde bandura-speler en die nu ineens eigenlijk de machtigste man werd van de kunsten in Moskou. En eigenlijk de tweede man onmiddellijk na de minister van Cultuur. En dat is deze figuur, Anatoly Lunacharsky. Nou, die Lunacharsky die nogal in tegenspraak met wat er vaak van hem wordt beweerd, was helemaal geen verdediger van de futuristen. Daar moest hij eigenlijk niks van hebben. Dat is een man van een andere generatie. In zekere zin behoorde hij nog volledig tot die generatie van het fin de siècle. Dat was ook de kunst die hij zelf waardeerde. Van die radicale oproerkraaiers en naklopers moest hij eigenlijk niks hebben. Maar hij had ze nodig om zijn eigen hervormingsprogramma in de kunstwereld uit te kunnen voeren. En op deze manier kwamen deze weirdo's, deze radicale figuren ineens in die machtige positie terecht. Hier zien we Lunacharsky nog een keer samen met zijn grote kameraad. Want waar had hij hen in eerste instantie voor nodig? Onder andere voor de uitvoering van een project dat in de Sovjetgeschiedenis het Lenins plan voor monumentale propaganda is gaan heten. Lenin had het idee dat de tsaristische beelden uit de stad allemaal moesten verwijderd, moesten worden neergehaald. En daarvoor in de plaats moesten nieuwe monumenten worden neergezet, waarin
proletarische leiders, revolutionaire leiders van de oudheid tot nu zouden worden getoond. En die futuristen waren als beeldenstormers, en zo hadden zij zich altijd gepresenteerd, hè, bij uitstek geschikt om die klus te klaren. Een andere klus die belangrijk was, was een radicale hervorming van het museumwezen en vooral van het kunstonderwijs. Hè, en dat stuitte onmiddellijk op de weerstand van het establishment, dat kunt u zich ook al voorstellen. De bestaande leraren en professoren op de kunstscholen, die wilden helemaal niets hebben van het programma van Lunacharsky. En daar had hij dus ook radicale figuren voor nodig om die weerstand te breken en om die kunstscholen te kunnen hervormen. En ook daarvoor werden zij ingezet. Wat gingen zij toen doen? Zij gingen dat programma, wat ze altijd al hadden gepropageerd, namelijk de vereniging van kunst en leven. Het idee dat een kunstenaar niet in zijn hoek moet blijven zitten, maar het leven in zijn volledigheid moet omarmen. Dat gingen ze uitvoeren. Dat was hun reden, hè, om zich hierbij te verenigen. Niet omdat ze communisten of bolsjewieken waren. Ze waren radicale figuren, zeker. Ze waren revolutionair. Maar ze waren, als ze al ergens toe gelieerd waren, vooral gelieerd tot de zogenaamde anarchisten. Ze schreven voor de anarchistische krant, Anarchia. Hun podia waren verzamelplekken, hè, vooral dat pittoresk onder andere, voor anarchisten. Daar voelden zij zich bij betrokken. Maar die anarchisten werden vanaf maart 1918 door Lenin onderdrukt. De leiders van die beweging werden in de gevangenis gezet. Een aantal werden geëxecuteerd natuurlijk. Waardoor zij hun podia kwijtraakten. Die werden gesloten, hun krant raakte zij kwijt. Ze waren op dat moment eigenlijk helemaal, de bodem onder hun bestaan was weggeslagen. En hun ambitie om in die revolutionaire wereld een rol te spelen was daardoor verdwenen. Dus konden zij in zekere zin niet anders, is mijn conclusie, dan samen te gaan met die bolsjewieken. Hoe problematisch zij dat ook vonden en hoe ze voelden ook wel aan dat die bolsjewieken eigenlijk niet zo heel veel van hen moesten hebben. Maar dat probeerden zij te doen. Onder andere is dat, zou je kunnen zeggen, één keer gelukt. Even terug. In oktober 1918, dus ongeveer 5 maanden nadat ze zijn aangesteld, als zij in Petersburg en in Moskou in staat worden gesteld om de openbare ruimte daar volledig te hervormen. En het meest radicale voorbeeld daarvan is het zogenaamde Paleisplein in Sint-Petersburg. Voor wie de stad een beetje kent, dit is de Hermitage, het oude Winterpaleis. Dit is het generale stafgebouw, dat is eigenlijk een legercomplex. Een gigantisch plein, hè, eigenlijk het hart van de tsaristische maatschappij. En daar hebben zij deze waanzinnige installatie gebouwd met enorme, ja, suprematistische constructies tussen de gebouwen in. En hier ook. En een waanzinnige constructie rondom de zogenaamde Alexanderzuil. Een enorme monoliet die juist de onweerstaanbaarheid, de onwrikbaarheid van het tsaristische gezag moest symboliseren. En dan maakten zij dus deze constructie omheen, waardoor, ja, als je er in ieder geval van deze kant naar kijkt, hè, eigenlijk die monoliet als een soort raket de hemel in lijkt te schieten. Dat deden zij ook in andere steden, in Vitebsk onder andere. Daar mocht het een jaar later nog. Dan was het eigenlijk in Moskou en Petersburg al niet meer mogelijk. En hier zie je bijvoorbeeld in Moskou gebeuren allerlei decoraties. En dat ging heel ver. Hè. Dus er werden hele pleinen ingepakt. Hè. Dus wat Christo later deed met de Reichstag en de Pont Neuf, dat is klein bier vergeleken met wat die avant-gardisten in oktober 1918 lieten zien. Maar u begrijpt het al, de smaak van de bolsjewieken zelf was een heel andere. Want dit was de favoriete schilder van Lenin, Isaac Brodsky, een academicus, een leerling van Isaac Repin. En dit is al in 1918 gemaakt. Dus op hetzelfde moment dat die avant-gardisten worden aangetrokken omdat het vuile werk op te knappen, maakt Brodsky al zijn eerste portretten van Lenin. En hier zie je in 1924, als Lenin net gestorven is, maakt hij voor het eerst dit soort totaal uitvergrote doeken. Heeft een aantal gemaakt. En dan nog 3 minuten, als dat mag, Lennart. Ja, ja? Oké. Okay. Want er is eigenlijk één moment waarop die kunstenaars
nog één keer proberen, zou je kunnen zeggen, om hun programma toch nog uit te voeren. Je zou kunnen zeggen, dat was eigenlijk in 1918 één keer gelukt en daarna nooit meer, want ze werden onmiddellijk uit die organisaties gezet. Ze raakten de leiding daarover kwijt. Ze konden in de marge nog wel wat doen. Ze konden nog een hele tijd blijven lesgeven. Maar Tatlin, die de leiding had gehad over dat hele programma van monumentale propaganda, probeerde iets anders voor te stellen. Een monument voor de revolutie te maken dat volgens hem wel zou beantwoorden ook aan zijn eigen ideeën, maar hoopte hij daadwerkelijk gerealiseerd zou kunnen worden. En dan maakte hij deze toren, die in het werd voorgesteld als een soort propaganda-instrument, en dat zeker ook was. In deze volumes daarbinnenin, daar zouden grote ministeries komen waar de propaganda van de revolutie of de kennis over de revolutie verspreid zou worden via radio natuurlijk. En Tatlin was een vrij onopgeleide figuur, dus die dacht dat je met die grote radiotoren de hele wereld zou kunnen bereiken. Maar er was veel meer aan de hand met dat beeld. Hier zie je hem met zijn collectief dat ding opbouwen. Daar werden natuurlijk ook manifesten bij gepubliceerd. Dat kun je misschien nog het beste hierdoor laten zien. Het werd gepresenteerd als een vorm van machinekunst. De moderniteit die zijn intrede zou doen door de revolutie in de Russische samenleving. Als een soort schroef die vanuit de aarde opspringt. Deze hoek van het hele gebouw volgde ook precies de hoek van de aardas. De beweging van die verschillende grote gebouwen in die dubbele helix zouden ook de bewegingen van de hemellichamen reflecteren. Dus de onderste zou er een maand over doen, de piramide hier een week. En vervolgens dit stuk zou er een dag over doen. Hè, waardoor je eigenlijk kan spreken dat dit een gigantische kosmische klok is, in zekere zin, dit ding. Maar ga je nog verder kijken, dan zie je dat die hele beweging van die lijnen helemaal niet, hoe zeg je dat nou, goed bedacht is in de zekere zin. Hè, helemaal niet als een machine is geordend, maar juist volledig gevoelsmatig, intuïtief is vormgegeven. Tatlin had vanaf zijn 11e geen onderwijs meer genoten. En kon nauwelijks een normale optelsom maken. Dus ingenieurswerk is dit totaal niet. En als je er dus goed naar kijkt, is het eerder, of eigenlijk volledig, een sculptuur, een kunstwerk in de oude zin des woords. En helemaal niet een uitgedacht ingenieursobject, iets wat hij wel pretendeerde, natuurlijk. Maar uiteindelijk is het een heel complex kunstwerk met allerlei overlappende betekenislagen. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat hij probeerde om een ouderwets idee over kunstenaarschap, namelijk het kunstenaarschap dat bepaald wordt door de creatieve innerlijke impuls en niet door een vraag van buiten, of dat nou de vraag van de markt is, de vraag van een patroon, de vraag van de politiek, hè, maar vanuit een innerlijke drang om iets te maken. Die ambivalentie wordt in zekere zin door dit ding uitgedrukt. En om af te sluiten, hoe loopt dit af? Nou, wat ze gaan doen, is eigenlijk als zij die posities helemaal kwijtraken, dan is er eigenlijk nog maar één mogelijkheid, namelijk zich volledig te gaan inzetten voor die nieuwe maatschappij. En een aantal van die kunstenaars doen dat ook. Die gaan, die worden vormgevers, die worden en gaan zich in zekere zin al vrij snel propagandistisch daarvoor inzetten. Eerst nog heel speels. En trouwens met heel veel kwaliteit. Het is altijd ontzettend aantrekkelijk werk. Maar dit zijn natuurlijk reclamewerk voor de nieuwe grote staatsbedrijven die zijn ontstaan direct na de burgeroorlog. En daar werkte zij voor. Hier zien we diezelfde Rodchenko voor andere staatsbedrijven aan het werk als eigenlijk een soort reclamevormgever. Wel van een uitzonderlijk niveau, maar dat was het toch. Kluchis, eigenlijk nog
radicalere bolsjewiek. Die allerlei propaganda-instrumenten gaat maken die op straat zou neer kunnen zetten. Twee vrouwen, Alexandra Ekster en Vera Mugina, die grote installaties maakten voor openbare tentoonstellingen. En op die manier probeerden zij iets vast te houden, of in ieder geval een bepaalde positie in die nieuwe maatschappij. Ze gingen kledingontwerp maken, textielontwerp. Ik ga er een beetje snel doorheen. Lisitsky ging ook overigens in het buitenland, want ze werden, dat was een belangrijk detail, ook ingezet om het moderne beeld van Rusland in Europa... Ik ga je toch onderbreken. Ja, je hebt nog 1 minuut om even te vertellen hoe het rond 1935 is. Als we dat eindbeeld schetsen, wat gebeurt er dan? Ja, dan dat gebeurt eigenlijk al eind jaren 20. Dan raken zij hun laatste posities kwijt, ook op die onderwijsinstellingen. Want anders in ieder geval in Leningrad, in Moskou gaat het nog ietsje langer door. En dan begint vanaf 1933 eigenlijk de totale centralisatie van alle kunsten. En daar worden ook voor het eerst hele duidelijke directieven uitgeschreven waar kunst eigenlijk aan zou moeten voldoen, via kunstbonden waar je verplicht van lid moet zijn. En dan is er in 1936 eigenlijk de definitieve afrekening met deze avant-gardisten als Stalin zijn grote antiformalistische campagne begint, waarin onder andere Shostakovich, Meyerhold, Eisenstein het onmiddellijke slachtoffer van worden. Die beeldend kunstenaars zijn dan eigenlijk al ofwel dood, ofwel naar het Westen gegaan, of zodanig gemarginaliseerd dat ze ook als slachtoffer eigenlijk niet meer een duidelijke rol kunnen spelen. Dank u voor uw aandacht. Beetje reclame maak ik toch, want het is een fantastisch en meeslepend boek. Het is na afloop, heb jij een signeersessie buiten de deur, hoop ik? Ja, dat hoop ik ook. Nou, goed, voor diegenen die dat dan willen. We hebben dit als introductie op een gesprek over de kunst en de architectuur van vandaag de dag. Welke lering we hieruit trekken. Jij gaat zo rustig zitten en luisteren naar ons tweegesprek met twee architecten van nu. Schenk dank, we horen je straks terug. Stefan Peterman en Gerard Looskoot, mag ik jullie vragen om naar voren te komen? En de een in de gele en de ander in de rode stoel plaats te kunnen nemen. Ga je gang en fijn dat jullie er zijn. Hoi, dag, goed je te zien. Fijn dat je er bent. Ja, Schenk die heeft jullie denk ik al een beetje een beeld gegeven van toch het dilemma die we hier op tafel hebben. Wat doe je als architect, kunstenaar in relatie tot je engagement, je omgeving? Ben je in jezelf gekeerd, laag polaar? Probeer je tot je omgeving te verhouden als dat zeker een steeds verdergaande revolutionaire antidemocratische ontwikkeling wordt om je daartegen te verzetten? Of doe je mee? Eerst maar even gewoon de persoonlijke vraag, wat doe je in zo'n geval? Wat zou je doen? Nou, ja, ik in eerste instantie, Schenk, gefeliciteerd met je boek. Het is echt een geweldig boek, absoluut meeslepend. En ik heb zelf ook enigszins iets met die futuristen of de constructivisten, dat wat eigenlijk in dit verhaal de architectenflank is, die niet behandeld wordt in het boek. Maar die houden net altijd iets langer uit. Maar ik denk ook wel omdat het uiteindelijk architectuur, wat dat betreft, een andere tak van sport is. Omdat als je het hebt over verantwoordelijkheid, dat de verantwoordelijkheid van de kunstenaar uiteindelijk, als je die ten opzichte van de architect zet, van een hele andere aard is. Dat uiteindelijk de architectuur veel, kent zoveel verantwoordelijkheden op zoveel verschillende niveaus, dat die vergelijking bijna mank gaat, denk ik. Een architect moet uiteindelijk heeft een hele sterke opdrachtgever. Hij heeft een hele sterke economie achter zich. Hij heeft een hele sterke programma. Hij moet met milieu rekening houden. Hij moet de ergonomie van de mens spreken. Dat is allemaal problematische onderwerpen waar kunstenaars gelukkig wat minder zich toe hoeven te verhouden. Dus wat dat betreft, je zegt eigenlijk, die architect heeft het altijd al moeilijk. Ja. Het is vrij, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar het is een vrij, wat dat betreft, een vrij harde omgeving. Ja, ik moet zeggen dat, nou ja, weet je, ik vind het gewoon een superleuk vak. Dus, en ik werk nu bijna 20 jaar bij dit bureau. En ik heb altijd het gevoel gehad dat we
ontzettend veel vrijheid hebben gehad in ook de plekken waar we willen werken. En zoals ik het nu zie, ook met het team wat we hebben, iedereen probeert ook wel mee na te denken over waarom je ergens zou willen werken en wat de fascinaties zijn. En hebben jullie nooit morele dilemma's die je met elkaar bespreekt? Jawel, uiteraard. En waar gaat dat dan over? Mensenrechten, politiek, veiligheid, vervuiling, duurzaamheid, wat je daadwerkelijk bij kan dragen. Ja, dat gaat heel ver. En ook op het moment dat je, kijk, je gaat voor een project. En een project is zeg 6 tot 10 jaar. Dat betekent gewoon dat als je de eerste keer dat je de opdrachtgever ontmoet en je stapt uit het vliegtuig, dan moet je iemand in de ogen kunnen kijken en nadenken over: ga ik de komende 10 jaar met jou werken? En wil ik die relatie aangaan? En of dat nou in China is, of in Azerbeidzjan, of in Saudi-Arabië, of in Dubai, of in Georgië. Het is exact hetzelfde bijna als in Nederland. Tenminste, het perspectief wat ik heb. En ik heb in al die landen gewerkt. En maar dat zou betekenen dat je eigenlijk vooral kijkt naar het karakter van je opdrachtgever. Als die in jouw ogen oké is, als je het fijn vindt om daar 10 jaar lang mee samen te werken, dan maakt het niet uit. Ik probeer het even kijken of ik het goed begrijp. Kijk, maakt het niet uit of iemand in China woont of in Nederland. Nou kijk, toen ik in Azerbeidzjan bijvoorbeeld begon te werken, hadden ze net het Songfestival binnengehaald. En iedereen was totaal verbaasd over de aandacht die ze kregen vanuit de hele wereld. En, maar toen wij daar een aantal jaar werkten en een enorme golf van journalisten gearresteerd werd, ja, daar schrokken wij ook van. En dan moet je een afweging maken. Blijf ik daar werken of stop ik daar? Wat hebben jullie toen gedaan? We zijn daar blijven werken. Maar we zijn ook vooral in gesprek gegaan. En we zagen eigenlijk al heel snel dat niet alleen het oppakken van de journalisten een enorme effect had op de economie, maar ook de hele manier waarop het land op dat moment georganiseerd werd, of zeg maar de stappen die gezet werden, ging heel snel bergafwaarts. Ik denk dat we nog een half jaar daar geweest zijn en toen is het werk stilgevallen. En we hebben wel eigenlijk altijd contact met de opdrachtgevers gehad, omdat het is toch een land wat op de oude zijderoute ligt. Het is een land waar 4 geloven altijd naast elkaar geleefd hebben, net als in Georgië. En het is een land wat in een transitiefase zit vanaf zeg maar het Sovjet-tijdperk naar de toekomst toe. En de belangrijkste vraag voor hen is ook: wat wordt onze toekomst? Stefan, als jullie een opdrachtgever aan de telefoon krijgen of een uitnodiging krijgen, hebben jullie dan überhaupt een set van criteria waarvan je zegt: nou, dat moet allereerst toch wel even doorlopen zijn, willen wij met elkaar in zee? Op het gebied van, nou, bijvoorbeeld mensenrechten, de geografie van een land, de vraag wie daar aan de macht is. Ik moet eerst duidelijk stellen, ik werk 13 jaar voor OMA en sinds kort freelance. Dus wat dat betreft voor het OMA-gedeelte kan ik maar beperkt iets over zeggen. Nou, 13 jaar, dan heb je wel een beeld, denk ik. Ja, daar heb ik zeker een beeld. En we hebben zeker ook heel veel dingen meegemaakt samen met Rem. En nu werk ik heel veel in China. Ik geef les aan de Staatskunstacademie. En doe heel veel onderzoek naar de toekomst van het platteland. En dat is een heel leuk proces, omdat je ook daadwerkelijk een ander beeld van een land kan ontwikkelen. Dat je ook gaat begrijpen hoe ontzettend complex China als land is. En dat er niet zoiets is als één regering die de mensenrechten schendt, maar dat daar binnenin die schendt, maar dat er binnen die regering enorm veel facties zijn, enorm veel protest ook is. Die wordt allemaal niet gearticuleerd vaak. Daar zitten hele moeilijkheden in om die te communiceren. Maar als je ziet hoe vitaal, wat mij betreft, dat is in ieder geval mijn indruk die ik aan China overhoud, hoe vitaal die samenleving is, met name over kritiek en met name over hoe je dat uit. Zeg maar, je hebt inderdaad het vermogen van een mooi centrum als dit hier, de Bali, waarin je die vrijheid op deze manier kan benutten. Heb je in China heel veel andere kanalen waarop je toch je vinger en je positie en waarbij er wel degelijk ook heel kritisch binnen het land wordt gereageerd op de ontwikkelingen die ook heel grote delen van China niet aanstaan.
Ik kan me goed voorstellen dat je beschrijft dat natuurlijk in zo'n enorm land onderdeel ook weer allerlei facties en verdeeldheid is. Dat je regio's hebt die misschien weer semi-zelfstandig zijn en eigen afwegingen keuzes maken. Dat je hele interessante mensen ontmoet. Tuurlijk. Maar jullie hebben wel een opdracht geaccepteerd van de echte hoogste staat in China om die bijzondere, op zich prachtig vormgegeven radiotoren te maken. He, de grootste tv- en radiozender van de staatstelevisie. Ja. Dat is wel ongeveer hardcore China, zeg maar. Ja, dat was ook denk ik een heel interessant tijdsgevricht, dat er überhaupt een openheid was om buitenlanders op deze manier binnen te laten. Die is er nu veel minder. Komt misschien nu weer een beetje terug, maar dat is ook is een uniek moment in de tijd geweest dat überhaupt kon. Dat je een buitenlander vraagt om zo'n belangrijke positie überhaupt en zo'n belangrijk beeld te maken. En, als die vraag nu zou worden gesteld aan jou, wat zou je nu zeggen? Ik zou er wel voor gaan. Ja, want uiteindelijk en wat ook volgens mij Rems positie in zekere zin altijd is dat dit een productieve manier is om ook een dialoog met elkaar te voeren. En om te kijken wat er nou precies speelt en hoe je dat ook je eigen rol in kan positioneren. In plaats van alleen maar vingertje wijzen en zeggen van jullie zijn alleen maar slechte boeven. Terwijl er zijn zoveel meer mogelijkheden. Het is eigenlijk een middel om ook het gesprek te openen om een dialoog te hebben. En dat is een dialoog die zich gedeeltelijk afspeelt bij jullie op het bureau. Dat is een dialoog die zich afspeelt letterlijk in de vertaling van het gebouw. In de vertaling van het gebouw en in de samenwerking met de opdrachtgever. En ook in de voorstellen. Bijvoorbeeld is er een heel radicaal voorstel in over een toegankelijke loop, waar je dus als bezoeker live zeg maar, door de hele cyclus van het gebouw kan lopen. Er is geen enkel westerse mediabedrijf die dat toestaat. En CCTV ook nog steeds niet. Maar hij zit er wel in het gebouw en hij is er. Dus we hopen wel ook wel degelijk dat op die manier een bepaalde openheid uiteindelijk wordt veroorzaakt. Doordat we meewerken, doordat we hun ook proberen te pushen naar nieuwe richtingen. En zo kun je wat ons betreft een productieve rol spelen in die communicatie en te kijken van wat je kan bereiken. Geert, Stefan die zegt, ja, ik ben toch iets anders dan een kunstenaar. Een architect heeft ook een andere rol. Die heeft misschien ook wel meer dan een kunstenaar ook de mogelijkheid om die dialoog te organiseren. Ja. In het gebouw, als het ware, een gesprek mogelijk te maken. Zou je als kunstenaar in China werken? Nou, dat vind ik een moeilijke. Ik denk het wel ook. Ik denk dat je ook veel kunstenaars naar China ziet gaan. Kijk, China is inderdaad een heel divers land wat dat betreft. Ik heb een project in Qingdao gebouwd. We hebben een bureau in Shanghai en we hebben een bureau in Hongkong. Dat zijn drie totaal verschillende werelden. Maar het is wel een enorme wereldmacht aan het worden. En wij zijn absoluut tegen de doodstraf. Maar wij zijn niet als architect ben je op dat moment niet degene die in gesprek is met de overheid daarover. Nou ja, laat ik het dan nog even concreter maken. Misschien nou word je gevraagd om daar een gevangenis te bouwen. Doe je dat? Nee, maar we zijn ook gevraagd om in Nederland een gevangenis te bouwen. En een asielzoekerscentrum. En we hebben de uitvraag van de Nederlandse overheid gelezen. En we hebben die opdracht geweigerd. Omdat het gewoon, wat ons betreft, onmenselijk was. Zoals het geformuleerd was. En ik denk dat kijk, wat ik zie gebeuren en wat ik eigenlijk ook wel heel interessant vind, is dat ja, als je het vanuit het westerse perspectief bekijkt, dan ziet soms alles er net iets anders uit. Maar op het moment dat je je verdiept in een cultuur of in een samenleving die tribaal georganiseerd is bijvoorbeeld, helemaal niet met ministeries, helemaal niet met democratische verkiezingen, maar wel een geschiedenis heeft die ouder is dan onze geschiedenis, dan kom je heel veel fascinerende aanknopingspunten tegen. En bij ons werken mensen uit meer dan 30 verschillende landen, die ook uit die landen komen. We hebben Russische architecten bij ons werken, Chinese architecten. We hebben Arabische architecten waarbij waar we les aan gegeven hebben, die bij ons nog een aantal jaar komen werken om vervolgens in hun eigen land een architectenbureau op te zetten. En daar werk je ook mee samen. En daarmee praat je eigenlijk ook over dit soort dingen. En ik denk dat als wij de mogelijkheid hebben om het zaadje te planten voor de volgende generatie, op een hele simpele manier bijvoorbeeld. De Nederlandse overheid heeft besloten dat sinds de jaren 70, 80...
dat onze overheidsgebouwen niet meer op een voetstuk hoeven te staan. Dus zoals wij hier op het podium zitten, zitten we eigenlijk boven iedereen. Dat is één kant omdat je ons goed kan zien, maar ook omdat wij dan naar het publiek kunnen gaan kijken. De Nederlandse overheid heeft gezegd, eigenlijk moeten al die gebouwen van het voetstuk af. Ja, moet op de grond staan. Democratisering van het gebouw. Maar ook de begane grond moeten we transparant gaan maken, zodat het zichtbaar wordt. Nou, we hebben in Groningen aan de Belastingdienst gewerkt en wij wilden tussen de entree van de medewerkers van de Belastingdienst en de mensen die bij de balies ruzies aan het maken waren over hun belastingpuntjes, wat best heftig ging, want daar hebben we echt wel met beveiligingsmensen lang moeten samenwerken om dat goed te krijgen. Daar wilden wij een glazen wand plaatsen, zodat de mensen van de Belastingdienst die daar werkten konden zien wat er werkelijk gebeurde. De regels die ze maakten, wat voor consequenties dat had. Nou, dat wilde niemand. Uiteindelijk hebben we het toch voor elkaar gekregen, omdat we het heel belangrijk vinden dat die de relatie er is. Als wij in bijvoorbeeld in Georgië of in Dubai een project maken, doen we dat op dezelfde manier. Je kunt in de gelaagdheid van ons vak eigenlijk, nou, ik begrijp, kun je heel veel verhaallijnen invoeren. Je hebt gezegd van je kunt om te beginnen verschil maken door hoe je bouwt en wat je bouwt. En de tweede is, door het kantoor wat je bent en de interactie die je ook organiseert. En je geeft eigenlijk ook aan, je hoopt daarmee een soort zaadje te planten voor toekomstige generaties. Misschien ook wel lokale architecten. Maar ik denk dat we dat ook doen. Ik zie gewoon mensen waar ik in 2002, 2003 in China mee gewerkt heb, die staan op een hele andere manier in de wereld. En die geven les en die komen en die hebben ook invloed. Maar Stefan, hoe gaan jullie nou om met bepaalde bijeffecten? En overigens, ik ben het met Gerard eens dat je natuurlijk ook naar de Nederlandse situatie zou moeten kijken. Hè? Wat is de opdrachtgever hier en wat voor gedrag wordt hier geconfronteerd? Ik moet zeggen dat het enthousiasme van de wethouders in Lelystad en Spijkenisse, waar ik de theaters mee gebouwd heb, dat was ook de enige reden dat ze gebouwd zijn op deze manier. Terwijl ik heb ook een aantal wethouders waar ik mee gewerkt heb, ja, die waren veel meer op de winkel aan het passen. Op het moment dat je die tegenkomt, ben je alle passie kwijt. En die heb je hebt natuurlijk zoiets als het bouwen, met de vraag, wil ik dat wel of niet met deze opdrachtgever, een private opdrachtgever, een staat. Maar je hebt het ook over de gevolgen. We weten in China dat soms gewoon radicaal hele volkswijken verdwijnen, omdat men daar vervolgens een district heeft gepland voor zakengebouwen of voor grote nieuwbouw. Valt mee, hè? Nou, jij mag het nuanceren zo. We weten dat er situaties zijn, bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, waarbij mensen worden ingezet die het moeten bouwen onder de meest waanzinnige omstandigheden. Ik bedoel, zijn dat zaken waar je als bureau ook mee bezig houdt? Ja, natuurlijk. Dat is elke architectuur moet uiteindelijk een plaats hebben. En daarvoor ga je niet respectloos om met een plek. Je wil juist vaak het meeste halen uit een plek. En bijvoorbeeld in het geval van CCTV is daar geen hoetong voor gesneuveld. Is daar een motorfietsfabriek die er stond, die is geveld. Ja, jammer, maar daar komen volgens mij met z'n allen overheen. En wat dat betreft hebben Chinezen ook wel degelijk op een lagere bestuursorde gewoon, ik zou niet zeggen net zoveel rechten als in Nederland, maar toch ook een heel significant aandeel. We kennen ook de beelden van de mensen die niet wilden wijken voor een snelweg en dat dan een paar radicale overheidsmensen gewoon de snelweg om het gebouw heen, om het huis heen weten te plannen. Dus dat is ook gewoon door burgerlijk verzet. En wel degelijk zitten daar ook nog steeds mogelijkheden in om verzet tegen je overheid te hebben. Dus dat is niet een gespeeld spel waarbij de centrale overheid simpelweg alles maar doordrukt. Ik bedoel het ook niet beschuldigen, maar ik kan me voorstellen, je bent er in eerste instantie van overtuigd geraakt. Dit is een interessante opdrachtgever. Het is in de praktijk altijd veel genuanceerder dan wat wij op televisie of in de kranten meemaken. Kortom, je gaat in zee. Maar in hoeverre heb je dan ook nog voldoende zeggingskracht over de uitvoering? En op een gegeven moment is die 6 jaar voorbij en wordt er nog afgebouwd. Onder welke condities gebeurt dat? Nou, dit is wel een heel, heel, heel interessant punt. En dat meen ik serieus. Wij hebben, kijk, op het moment dat je in het Midden-Oosten werkt en je wil inderdaad iets aan die omstandigheden doen, dan merken wij ook dat, je kunt wel zeggen, ik wil dat gaan doen of ik vind dat het belangrijk is. Maar vervolgens krijg je een enorme discussie over de lokale regelgeving, lokale wetgeving. Kijk, wij hebben hier met de vakbonden, met de socialistische partijen, is er een enorm netwerk opgebouwd om de mensen die hier werken te beschermen. En in een
land wat vanaf de jaren 60 door olie rijk geworden is en opgekomen is, moet dat feitelijk nog helemaal opgebouwd worden. Het project dat we in Dubai aan het bouwen zijn, dat is een toren van 300 meter. En daar hebben we zeg maar een Nederlands health and safety plan in gebouwd. Dus een veiligheid en gezondheidsplan. Nou, dat is een enorme worsteling geweest om dat erin te krijgen. Kijk, in de zomer wordt het 50 graden. Nou, dan kun je dus niet normaal buiten werken, dus we werken 's nachts. Dan moeten voldoende verlichtingen op de bouw aanwezig zijn. En iedere 2 uur moeten mensen water krijgen. Dus die hele routine daaromheen hebben we geprobeerd mee te organiseren. Zit niet in de opdracht, worden we niet voor betaald. Maar het is wel iets waar we met partijen over aan het praten zijn. Dit zijn, en dan nog, hebben wij allerlei punten waarvan we denken, nou, dat zou nog wel beter kunnen. De manier waarop mensen moeten slapen, waar ze vandaan komen, dat visa's en reispapieren ingehouden worden. Maar wij kunnen op dat moment, zijn we nog lang niet in staat om het patronaatsysteem aan te passen. Wat we wel doen is ons aansluiten bij economische missies. Waar Nederlandse politici in meegaan en wij delen onze ervaringen. En we weten dat zij met hun counterpart ook praten. Ja, dat levert misschien dan nu nog niks op, maar er zit wel een ontwikkeling in. Het project in India waar we mee bezig zijn, zijn 3000 mensen op de bouw. Een project in Korea waar ik aan werkte, zaten 6000 mensen op de bouw. En je moet je voorstellen, als er zoveel mensen op de bouw aan het werk zijn en je bent met dat soort projecten bezig. Wat we in Korea zagen, is dat ze daar voor iedere onderaannemer hadden zijn health and safety medewerker, met een oranje hesje aan. Heel groot bouwbord, waar de opdrachtgever op stond, Hyundai. Met daaronder hoeveel incidenten er op de bouw waren. Het was nul. En als er een vrachtwagen achteruit moest rijden, liep er iemand met een oranje vlaggetje bij. Heel simpel. En in India hebben we dat allemaal aan de opdrachtgever uitgelegd. En we zijn met de opdrachtgever gaan kijken hoe we dat konden verbeteren. Want wij vonden, toen ze startten met de bouw, vonden we de situatie zo gevaarlijk dat we gevraagd hebben of ze de bouw konden stilleggen. Maar dat heb ik in Brussel ook moeten doen, de bouw stilleggen. En in Nederland heb ik er ook mee moeten dreigen, omdat er geen veiligheidsmaatregelen werden genomen. Goed, je geeft aan, je hebt daar een verantwoordelijkheid en die kun je zelf ook oprekken, die kun je groter maken. En wij proberen dat in ieder geval binnen ons team ook mee te geven, in ieder geval vanuit management, dat het niet alleen maar gaat om het maken van een fantastisch ontwerp. Dat is eigenlijk de eerste fase en de gelaagdheid in het ontwerp. Maar de kracht van het vak is eigenlijk dat je het gebouwd moet zien te krijgen. En dat betekent dat je een enorme politieke worsteling hebt om het gebouwd te krijgen. Maar ook het vakmanschap. Ga maar eens hoge sterkte beton in Georgië zoeken. Dat hebben ze helemaal niet op dit moment. Dus we hebben de luchthaven, hebben we met... We zaten te eten op een terrasje in Georgië. Gerard, kijken, weet je wat? Je neemt het woord beton in de mond. En dat is denk ik een goed moment om eens even kort in te zetten. Ik wilde net naar hout toe gaan. Nee, ja. We hebben een mooi, over beton te praten, we hebben een mensen. Mooi beeld van jullie toch best wat ingewikkelde praktijk. Omdat je gewoon met verschillende opdrachtgevers te maken hebt. Met landen met heel verschillende restricties en regels. Waarvan jullie eigenlijk zeggen, je gaat een langdurige relatie aan. Je moet erin meebewegen als je erin wil acteren. Maar netto hoor ik jullie eigenlijk betogen, doen wij meer toe dan af. Wij zijn in staat om toch een andere cultuur, een andere mentaliteit te introduceren, waar jullie uiteindelijk elke keer opnieuw de balans van hebben gemaakt. Daar kunnen wij met rechte rug achter staan. Ik wil aan jullie introduceren Iskra Fuksik. We zijn heel blij met haar bijdrage. Ze was eerst redacteur bij architectenbureau Studio LA. En ze is bezig aan het boek Inclusive Cities. En zij gaat reflecteren op beton, concrete, over de verantwoordelijkheid van de architect vanuit die positie van beton. Het leven, zou je kunnen zeggen, wat beton doormaakt voordat het echt in vaste vorm staat. Het gaat zo lekker. Ik hoop dat jij ons... hartelijk. Het gaat zo lekker, beton. Eigenlijk misschien nadat het in vaste vorm staat. Ik heb deze tekst over beton deels geschreven samen met ruimtelijk ontwerper Yuhi Ham. Zij is afgestudeerd op de Design Academy in Eindhoven en ze is de komende 2 weken aan het afstuderen op het Sandberg Instituut. En eigenlijk, zij komt uit een voorstad of een agglomeratie van Seoul. En dat was een beetje een uitgangspunt voor ons om te kijken naar het thema beton vanuit verschillende perspectieven, dus ecologisch, sociaal, politiek.
In economieën die op dit moment heel veel beton gebruiken voor een enorm snelle verstedelijking. Ik ga hem in het Engels lezen, want wij spreken en schrijven met elkaar in het Engels. Dus ik heb hem zo laten staan. Nou, nog even over het beeld. Ik heb dit vorige zomer gemaakt op een klein eilandje in Kroatië waar ik op familiebezoek was. En het zijn zakken beton die aan de kust zijn blijven liggen. En die zijn vanzelf gaan verharden en het is een soort sculptuur geworden naar de omstandigheden die een rol hebben gespeeld. Een soort het water wat er tegenaan is gekomen. Oké, de tekst heet Concrete Exhaustion. The history of mankind is closely related to the invention of concrete. Humans learned how to control rock when we were still hunters and gatherers. Ancient concrete structures still stand today because the right recipe of the concrete concoction is durable when poured into strong shapes. And because once it is built, it is inflexible. Unlike brick architecture, which has often been taken apart and recycled into new buildings, concrete structures survive because they become obsolete. Today, concrete is, after water, the most widely used substance on Earth. It is part not only of our past, but of all of our imagined urban futures. Today's extreme urbanization is pressuring cities to build fast, cheap, large-scale dwellings for the 1.5 million people that join urban populations weekly. As a response, urban environments have become mass-produced and productive. Concrete can be reproduced, standardized, and prefabricated. It is so ubiquitous that we often forget about the industries behind the material. The story of concrete goes largely untold. Every 2 years, we produce as much concrete as the total amount of plastic produced since its invention. And it's on the rise. Currently, China pours as much concrete every 3 years as the US has in the entire 21st century. And while it is in itself a strong and durable material, economic strategies compromise its quality. They say that anyone can design a bridge that stands, but it takes an engineer to design a bridge that barely stands. Unlike Roman structures, which use a different mixture to achieve strength, today's cities rely on reinforced concrete, which cracks, allowing rain to enter its crevices and eat away at its steel core. This corrosion is already rapidly making its way through the fresh concrete of rising economies. The first residential building in Seoul made of this material lasted 44 years. We have turned a material that's capable of lasting forever into one that lasts less than one human life. These corroded, compromised, and tired buildings suffer under the pressure of their own weight. They rust from within. They leak and come alive with mold. These buildings are the homes of people, the workplaces of people, their environments. Engineering compromises and economies of corruption influence the materials that exist to protect us. The capitalist motto, no risk, no gain, evokes the image of both risk and gain, personified by one daring entrepreneur. But at the top of it, the trick to gain is to outsource the risk to those who have nothing to fight with and only their safety and well-being to lose. Safety regulations are diminished to maximize profit by economizing on cement, the ingredient of the concrete mixture responsible for its strength. In joint interest with politicians, powerful concrete companies reduce its celebrated durability to a brittle substance that crumbles more under the pressure of earthquakes than it should. We've seen this in Pakistan, China, Haiti. Our urban GDP grows while we lay the foundations for concrete disasters that amplify natural ones. Concrete has enabled us to compete with nature like no other material has. Its walls make us feel protected from uncontrollable natural forces, like tsunamis. But while, for example, Japan is losing much of its coastline to protection walls, the world has learned the hard way that when the water passes them,
The concrete traps it and amplifies the floods. Its production is amongst the most polluting industries in the world, with a high emission of CO2 and concrete dust saturating our air. Its structures suffocate our landscapes, threaten ecosystems and biodiversity. Chinese landscape architect Yu Kongyang calls the material a threat to ecosecurity, meaning a threat to the natural ways of the earth to cleanse and protect itself and us through flood-draining forests, self-cleansing streams, and porous soil. But it's an industry politics is not willing to legislate against because economies have come to depend on it. Instead, we build for the sake of building in the form of ghost malls and underused airports. Safer, healthier, more sustainable forms of concrete do exist, but we are hunters focused one kill ahead rather than gardeners. However, concrete can be flexible in its purpose too. It can better life conditions. In 2000, Mexico's Piso Firme program replaced dirt floors with concrete ones in less affluent neighborhoods, improving children's health and consequently their education. The 650 kilometer long Croatian-Bosnian-Montenegrin road Magistrala took the population of the Adriatic coast out of isolation and therefore poverty. And engineered well, the material can be made to absorb CO2 to compensate for emitting it. Concrete is potentially neither good nor bad in its materiality, but rather the symptom of economic and political intentions stretched thin through our economies that use up and dismiss everything on their way. Architecture itself is not unlike concrete. Both are the physical representation of economic and political interest through which they are financed, endorsed, and employed. They can be used to empower industries and governments, or they can be used to empower people. Sometimes the difference between these two is significant. Hence the question whether an architect should be held accountable for accepting the investment that is being made into their beautiful star buildings without thoroughly questioning in whose interest it is being made and what change the building is really capable of catalyzing. Are you an architect first and a citizen second, or a citizen first and an architect second, is the question that environmental psychologist Dr. Adiola Enigbokan addresses in her letter to architects for the Letters to the Mayor exhibition in the New Institute. It's a text that you can find on the website of a New Institute, and it's really beautiful to read. In the text, she emphasizes being a citizen and witnessing the experiences of fellow citizens at the hands of their landlords, and I would add, of their politicians, as an important prerogative to being an architect. The lack of citizen feeling, which inevitably arises from not being a citizen of the city one builds for, enables a profound misinterpretation of the needs of the user and the environment. Is it even possible, then, for an architect to rebelliously install a positive cultural agenda into an unknown context, within a compromised and questionable brief coming from unethical regimes or companies? The architect is one of the characters in the game of building, alongside governments, municipalities, companies, developers, contractors, investors. Who are these other characters? What are their interests? What compromises are they willing to make? In a network of players, the architect is the most visible front line, the visual representation of an otherwise opaque and inaccessible system which possesses the power to perpetuate violence, a system often immune in its complexity. As I am compiling the book Inclusive Cities for Studio LA, I've come to learn that the ability to see the political, social, humanitarian, and ecological issues of space and design interventions are often disregarded within the training of architects. This includes seeing what one cannot understand in an unknown context. Is it enough for an architect to solve the given brief to the best of their ability in the most beautiful way? There is a profound difference between the work of the artist and that of the architect. One of them has the power to design the conditions of life and basic human needs of citizens. While an artist can create work that exists in its own world, in alternative worlds, or in no specific world at all, architecture carries the burden of intervening in real places and in the flows and infrastructures of city dwellers.
When it is inhabited by people or companies, it intervenes in individual lives, demographic compositions, chances of employment and safety. It deals with the people that were before, the ones that will come after, and the inequalities and conflicting interests between them. Whether the architect takes it into account or not, art can flirt with dystopia. Architecture can create it. Art can be personal. Public architecture simply isn't. Zooming in on the use and manipulation of concrete unveils the industries, interests, and powers which are at play when buildings are built, and the sometimes dramatic consequences of these. If we look at architecture as an artwork, only through the perspective of its cultural, artistic, and aesthetic characteristics, I still wonder, whose work is it? Iskra Fuchsik, dank je wel. Nou, je legt een mooie vraag neer. Het verschil tussen kunstenaar zijn of architect zijn. Een kunstenaar kan zijn eigen wereld creëren, is misschien ook maar een tijdelijke interventie. Hoeft niet eens echt te interveneren met onze eigen wereld. Waarbij het keiharde beton van de architect onomkeerbare gevolgen kan hebben. En daarmee heb je eigenlijk een belangrijkere vraag, een belangrijke verantwoordelijkheid dan de kunstenaar. Ja, zo vat ik het maar even samen. Dank je wel. Ik denk dat het tijd is om Kate Sina ook hier te vragen bij te dragen aan ons gesprek. En Schenk Schijen, wil jij ook plaatsnemen? Schenk hebben we natuurlijk geïntroduceerd. Kate, ik wil jou wat uitgebreider introduceren. Ik zei al even, je bent een van de initiatiefnemers van Keeping It Real Art Criticus, KIRAC. Jullie maken kritische filmpjes die je online zet. Je hebt ook regelmatig debatten en gesprekken over de rol van de kunstkritiek en de rol van de kunstenaar. Je bent zelf kunstenaar, kunstcriticus en ook, leuk om te vermelden, archeoloog. Kortom, je hebt ook, neem ik aan, enig inzicht in de geschiedenis van de gebouwde omgeving en wat we daar misschien uit kunnen leren. Misschien allereerst eventjes op jou in laten werken met de rol van de architect versus de verantwoordelijkheid of de rol van een kunstenaar. Ben je het eens dat die rollen verschillen? Dat een architect eigenlijk meer verantwoordelijkheid draagt dan een kunstenaar? Ik heb eigenlijk... Ik geef de voorkeur aan het kijken naar hoe die dingen eigenlijk in de praktijk werken. Dus, ik bedoel, wat voor mensen worden architecten, wat voor mensen worden kunstenaars en waarom? En ik denk dat heel vaak een zeker engagement daar een onderdeel van is. Dat kan natuurlijk altijd een onderdeel zijn van jouw zijn in de wereld. En zowel als architect als kunstenaar kan dat dus ook een rol spelen in je werk. Maar deze discussie waarbij wij ons dan gaan afvragen van wat is dan de verantwoordelijkheid van ofwel de architect ofwel de kunstenaar, is in zekere zin totaal, gaat geen enkele relatie aan met die realiteit van die kunstenaars en architecten die hun werk doen. Wie zijn wij dan om te zeggen ze moeten het zus of zo doen, ze hebben die en die verantwoordelijkheid. Kijk, de grap is dat de enige persoon die hier deze avond eigenlijk daarop hamert, Iskra Fuchsik. Zij is de enige die waarbij ik als het ware bedenkelijke gevoelens krijg in een soort van de tekst die ze uit. Omdat zij naar mijn idee is degene die betaald wordt om een soort Hollandse superieure moraliteit uit te dragen. Dat vind ik een vorm van propaganda. Dus daar wordt mijn ethisch gevoel inderdaad geprikkeld. Verder denk ik dat... Laten we eens even over jouw kunstenaarschap praten. Ik bedoel, heb jij voor jezelf überhaupt die vraag gesteld? Heb ik een rol in het beoordelen van mijn omgeving? Sta ik er juist bewust buiten? Of moet ik me daartoe verhouden? Of heb je dat nooit afgevraagd? Nou, ik denk dat ik er op een bepaalde manier op een gegeven moment achter ben gekomen dat ik goed ben in het doorhebben van bepaalde processen of in het analyseren van een bepaalde situatie. En daar hoort ook een soort eergevoel bij dat als ik dat doe, dat ik dat dan goed wil doen. En dat zou je misschien verantwoordelijkheid kunnen noemen, maar je kan het ook betrokkenheid of trots noemen. Maar dat heb ik niet omdat iemand vindt dat ik dat moet hebben. En als ik jou de vraag stel die Schenk natuurlijk ook tegenkwam in zijn onderzoek naar kunstenaars.
Zou je je op een gegeven moment tot een veranderend regime verhouden? Zou je er tegen verzetten? Zou je eraan meedoen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat dat voor jou zou betekenen? Überhaupt dus de aanname, hè, dat het gaat over regimes of zo, die dan problematisch zijn. Je zit altijd in een veranderende wereld. De wereld is altijd iets wat je in verwarring kan brengen en wat misschien waar dingen in gebeuren die je tegen de borst stuiten. Maar kunst gaat natuurlijk op een bepaalde manier werkelijk over het aangaan van die relatie tot de werkelijkheid. Dus, en daarin verander jij ook, want je krijgt inzichten. Dus jouw ideeën over China, die je van tevoren hebt, die veranderen zodra je daar bent. En daarin ben ik het volledig eens met wat Stefan net zei. Dus je gaat daarheen en dat is ook een vorm van contact. Misschien ben je wel helemaal niet geïnteresseerd in contact. Kant, die bleef liever in zijn eigen stadje. Dus, en die ging nergens heen, die filosofeerde vanuit daar. Dat kan ook. Dus... Daar is geen algemene regel op te formuleren. En dat zou je ook helemaal niet moeten willen. Er is één kunstenaar uit China gevlucht. Hij heeft in eerste instantie een tijdje ook gewoon verbod gehad om op straat te lopen. In China is uiteindelijk weggegaan, dat is Ai Weiwei. Wat vind je dan van zijn engagement, van zijn uitgesprokenheid richting de Chinese overheid? Hij beroept zich op zijn kunstenaarschap. Ja, nee, hij ervaart daarin een beperking en hij gaat die beperking aan in de vorm van geëngageerde kunst. Dat is. En dan kun je je nog afvragen of die kunst interessant is of niet. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar wat vind je van zijn geëngageerde houding? Nou, ik denk dat hij een hele. Dat wat hij doet, dat. We denken altijd dat kritiek en kritisch discours iets is van het Westen. Maar ik was vorig jaar met mijn vader in China en die werkt daar aan de universiteit, de Hunan Universiteit. En dat is een van de oudste universiteiten van China, in Changsha is dat. En in 900 werd die universiteit opgericht. En die universiteit bestond aanvankelijk uit twee filosofen die met elkaar in een soort van dialectiek traden. Dus zij discussieerden met elkaar en ze slingerden ook op een soort van echt, misschien zoals je ook wel kan voorstellen, op een Chinese manier heel ritualistisch argumenten naar elkaar toe. En het was een soort rituele ruzie, zoals wij dat eigenlijk ook kennen in de Socratische methode bijvoorbeeld. Lijkt daarop. Dus ik denk dat Ai Weiwei op zijn manier, op een hele traditionele manier zich verhoudt tot zijn eigen land. En daarmee ook iets doet wat heel Chinees is. Dus dat is interessant om te zien dat dat zo is. Tegelijkertijd als ik mensen in China dan vraag wat ze vinden van Ai Weiwei, dan vinden ze hem een bijvoorbeeld de jonge studenten antropologie van mijn leeftijd, die vindt hem dan gewoon een vervelende iemand die naar het Westen, who is pandering to Western sentiment, zeg maar, over China. Dat China zo'n onderdrukkend land is en zo. Oké. En daar kan ik ook wel in komen. Nou, ik snap wat je bedoelt. Shen, mag ik het jou ook vragen? We hebben het gehad over de rol die architectuur en die kunstenaars kunnen innemen in relatie tot het engagement. Je wel of niet verhouden tot die omgeving. We hebben de twee architecten horen betogen op overtuigende wijze van, nou ja, dat hangt van allerlei condities en situaties af. En in die end, als je de balans opmaakt, kun je misschien wel meer toedoen dan afdoen. Het verhaal van onze inleidster is eigenlijk dat je dat toch maar betrekkelijk kunt bezien. Omdat je uiteindelijk toch een grote interventie plaatst die misschien wel het citizenship ondergeschikt maakt aan het ego van de architect. En dat in de wetenschap, hoe jij dat nu net hebt onderzocht, hoe dat is verlopen in de Russische situatie. Wat kan je ons daarover meegeven? Nou, wat ik nog een aanname vind eigenlijk in dit hele debat, is het idee dat je als creatief figuur, als kunstenaar, een keuze moet maken hierin. Dat je eigenlijk niet opportunistisch mag zijn. Maar volgens mij is opportunisme eigenlijk een hele goede basis voor kunstenaarschap. Omdat
ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de kunstenaars in 1830 die L'Art Polar begonnen te propageren. Waardoor ontstond dat? Hè? Omdat de kunstmarkt in Frankrijk totaal was ingestort door het verdwijnen eigenlijk van de adellijke sponsors. Dus al die kunstenaars die daar waren, die waakten hun werk kwijt, die waren hun podia kwijtgeraakt. En als een soort reactie daarop, hè, van het feit dat zij eigenlijk door die maatschappij werden uitgestoten, gingen zij zeggen, ja, maar dan hebben wij er ook niks mee te maken. Hè, wij gaan ons terugtrekken in onze Tour d'Ivoire. Hè, ook dat begrip van Ivoren Toren komt, is daar toen ontstaan. En dat is dus een positie die niet zozeer vanuit een eigen keuze is ontstaan, maar eerder gezegd van een reactie vanuit de weerstand die zij ondervonden om kunstenaar te zijn. En ja, er is een beroemde uitspraak ooit van Stravinsky die vroeg, wat kun je nou aan een jonge componist als advies geven? En hij zei, je moet onmiddellijk ondergronds gaan en onmiddellijk al het geld aannemen dat je links of rechts kunt krijgen. Want alleen dan kun jij je kunstenaarschap daadwerkelijk ontwikkelen. En dat is een van de aspecten waar altijd een beetje kriegel van wordt van deze discussie. Hè, is dat kunstenaars zijn erg marginaal, zo niet soms totaal marginaal. Dus in welke zin kunnen ze nou verantwoordelijkheid nemen? Hè, dan wordt er enorm over geroepen. Ik heb van vaak het gevoel dat het eigenlijk een vorm van vals bewustzijn oproept. Hè, bij museumdirecteuren of zelfs bij opdrachtgevers. Hè, ze kunnen schermen met een architect hè, die zich ongetwijfeld oprecht en volledig geëngageerd opstelt. Hè, maar tegelijkertijd zijn de daadwerkelijke politieke of maatschappelijke krachten zijn totaal anders. Hè, en ik kan me voorstellen dat het geldt voor het kunstenaarschap. Vind je dat ook voor de architectuur gelden? Is die ook marginaal? Heeft die ook eigenlijk geen keuze? Nou, ja. Ik denk dat als je kijkt naar het uiteindelijke architectonische product, dat in de meeste gevallen, tot mijn grote spijt, de rol van de architect daarin relatief klein is. Ja. En dat de grote politieke keuzes, ja, die liggen gewoon altijd grondslag. En dat wil niet zeggen dat jij je niet verantwoordelijk in dat proces binnen de marges die er gesteld zijn, kunt gedragen. Maar dat je bijvoorbeeld zoals een eerdere generatie architecten geloofde dat ze werkelijk in staat waren om de werkelijkheid opnieuw vorm te geven. Peter, opportunisme als noodzaak, dat herken jij. Peter? Stefan? Sorry, Stefan. Maakt niet uit. Opportunisme als noodzaak, dat moet jij herkennen. Het was meer het punt van, ik heb lesgegeven aan studenten van Harvard. En dan heb je te maken met heel goed ontwikkelde, hele getalenteerde studenten die waarschijnlijk hele mooie boutiques ergens in Amerika gaan plannen. Hartstikke leuk. Maar ik kan ook in China studenten opleiden die een paar honderdduizend vierkante meter moeten gaan realiseren. En die kan ik hopelijk marginaal iets bijbrengen over hoe kun je dat nou zelf een beetje verstandiger aanpakken. En hoe kun je nou het ook weerwoord geven tegen je opdrachtgever. En hoe kun je die bouwcultuur in China veranderen. En dan kies ik voor liever met China samen te werken dan uiteindelijk voor die Harvard studenten die toch wel goed terecht gaan komen te werken. En ja, een tweede punt wat ik eigenlijk wil maken is dat er ook wel degelijk. Kijk, nu wordt het als ook een bedreiging gezien van oké, we moeten ons hier zelf een verdedigen voor een positie. Maar ik heb net een project gedaan, ook samen met Juri Jansen die hier zit, Vote Together, voor de verkiezingen afgelopen week voor de Europese Unie. En waarbij we filmpjes hebben gemaakt om te laten zien wat de EU doet. En dat vind ik wel degelijk ook een hele productieve manier waarop je mee kan werken om krachten die je niet mee eens bent of waar je weerwoord aan wil geven om die op te antwoorden. Dus ik denk dat je jezelf ook gewoon moet uitdagen in de zin van oké, welke rol kan ik oppakken en welke rol wil ik oppakken daarin. En dat uiteindelijk is wat mij drijft, om in het beklagende bankje te zitten. Goed, dat zit je ook niet. We zijn nogmaals op zoek en ik denk dat er langzamerhand duidelijk wordt wat voor nuances er allemaal aan rol spelen. Maar Geert, er werd ook gezegd dat citizenship, dat bewustzijn, dat verdwijnt vaak op het moment dat iemand architect wordt. Dan wordt er onvoldoende aandacht voor gegeven. Ben je het daarmee eens? Nou ja, kijk, ik ben in Delft opgeleid. En in die tijd waren Karel Weber en Kees Dam
ja, ook heel erg met elkaar bezig, laat ik het zo zeggen. We hadden 3 reorganisaties in de tijd dat ik daar zat. Ik heb 9 jaar gestudeerd. Ik heb in ieder geval, vind ik zelf ook heel veel geleerd buiten de opleiding. Maar als ik kijk naar hoeveel je in de praktijk leert, dat is eigenlijk voor mij veel interessanter. Dat zeg maar empirische deel, waarbij je door de projecten, die inderdaad 2 keer een volledig universitaire opleiding zijn, ook echt een bijdrage kan leveren en onderdeel kan zijn van datgene wat speelt. Kijk, we weten, de wereldbevolking zit nu op 8 miljard en we verwachten in 2050 dat die op 14 miljard zit. Ja, urbanisatie, het is een voldongen feit. We zijn in Toronto in gesprek met de stedenbouwkundige diensten daar. Nou, we weten hier de sluisbuurt. De Amsterdamse dienst is in Toronto langs geweest daarvoor. Maar in Toronto verwachten ze gewoon dat de hele stad verdubbelt. Dat zijn hele reële vragen. En als je dan vraagt hoe gaan jullie dat bouwen, met welke materialen. De aardbevingsindex van 6 op de schaal van Richter in Istanbul is naar 8 gegaan. En Erdogan heeft daardoor besloten Istanbul te verplaatsen. De hele stad. Cairo. De stad Cairo. De huidige regering heeft besloten een nieuwe stad te bouwen. Een nieuw Cairo naast Cairo. Kijk, dat zijn geen kleine vragen meer. Dat zijn vragen die bij ons zelfs vragen oproepen. En tegelijkertijd ook een fascinatie. Ik bedoel, moet je voorstellen, wij hebben eigenlijk de eerste vluchten naar Istanbul en Cairo maar vast geboekt om dan maar te gaan kijken en met die architecten daar te praten om te vragen of het serieus is en waarom. En Cheng, dan toch even terug naar jou, want ik probeer een beetje de rol van problemator op me te nemen. Eigenlijk wordt iedereen continu vrijgepleit die hier zit. Mm. En jij zegt, ja, het zijn marginale krachten waar we het over hebben. De echte rol zit in de politiek, zit in de macht, zit in het geld. Ze doen wat ze kunnen en ze hebben zelfs eigenlijk de hoop der natie zo meteen te beantwoorden. We zijn voor Astana, de Wereldexpo, gevraagd. En toen hebben we eigenlijk een heel futuristisch ontwerp gemaakt waarvan we wisten dat het ook niet gebouwd kon worden. Bewust. Maar het interessante is, hè, dat vind ik echt interessant van Nederland. Nederlandse architecten, als je het hebt over opleiden. Wij worden opgeleid en als we gaan bouwen, zijn we niet verantwoordelijk voor de bouw op dat moment. Die verantwoordelijkheid is namelijk in de laatste tientallen jaren volledig naar de aannemer geschoven. Dus als ik een bestek maak en dat bestek wordt aanbesteed, dan heeft de aannemer de meldingsplicht om aan te geven wat hij niet kan bouwen. Nou, dat doen ze meestal niet. Ze tekenen. In de eerste bouwvergadering zegt die aannemer tegen mij, nou, dat dubbel glas, gekromde glas kan ik niet maken en dat kan ik niet maken. En dan zeg ik, nou, dan heb je 2 jaar de tijd om het uit te vinden. Want ja, het is jouw verantwoordelijkheid, staat in het bestek, je hebt het aangenomen. In heel veel andere landen werkt dat niet zo. Daar is de architect verantwoordelijk voor ieder detail en dat moet hij volledig uitvoeren. Dus in Duitsland kun je pas architect worden, echt wanneer je dik in de grijze haren zit. Want dan heb je alles geleerd en dan weet je eigenlijk hoe je iets moet bouwen. Dat geldt ook voor Amerika en dat geldt voor heel veel landen waar je werkt. Ik ben dan wel even benieuwd wat nu jouw pleidooi is. Willen we hier allemaal wat oudere architecten uiteindelijk in Nederland? Nee, ik denk dat de kracht van Nederland is, en dat heeft het team van Rem ook echt wel bewezen. En als je kijkt naar NVDV en andere Nederlandse bureaus, dat het feit dat wij die verantwoordelijkheid niet hebben, eigenlijk kunnen architecten gelijk na hun studie kunnen ze hun bureau openen en kunnen ze gaan ontwerpen. En ze kunnen dus een roze droom of een irreële wereld naleven. Ze kunnen ook iets creëren wat misschien nog helemaal niet bestaat. En daardoor worden Nederlandse architecten ook best vaak gevraagd in het buitenland, omdat wij eigenlijk op een andere manier nadenken over de toekomst daardoor. En ik denk die vrijheid van denken sluit, eigenlijk zit dat ook best wel in het DNA van de Nederlanders. Goed, dus terug even naar Cheng. We hebben het nog beter voor elkaar. De echte nieuwe avant-garde, dat is Nederlandse architectuur. Dat is wat ik nu zeg, hè, maar dat hoeft niet waar te zijn. Nee, oké. Okay. Nou, dat lijkt me heel moeilijk, want volgens mij is in ieder geval avant-garde, zoals dat ik liet zien, is iets dat zich eigenlijk tegen het maatschappelijke verzet. Dus tegen bestaande structuren. In ieder geval probeert voor het
puur artistieke eigenlijk nog een soort plek te vinden. Voorlopers misschien wel. Daar kan ik niet over oordelen. Ik geloof je eigenlijk onmiddellijk. Maar avant-garde in die historische zin, nee, daar heeft het niet zoveel mee te maken. Nee. En daarvoor is het denk ik veel interessanter om naar de, zeg, van de post-Teflon-Rutte-periode te denken voor Nederland. Om te kijken of je dan weer wel een keer iets kan bereiken met de architectuur ook in Nederland. Want dat is wat dat betreft natuurlijk volledig stilgevallen. Zeg maar, nou, Nederlandse architecten zijn enorm populair in het buitenland, maar in Nederland is er, kun je een kanon afschieten op heel veel... Laten we eens even naar het publiek gaan. We hebben geprobeerd, en je voelt denk ik zelf ook, want het is geen gemakkelijk zoektochtje geworden, te analyseren wat nou eigenlijk de rol van de kunstenaar en de architect is in relatie tot de lessen uit het verleden die Schengen heeft onderzocht in Rusland, waarbij je toch moest constateren uiteindelijk nuttige idioten. Nou, jullie geven allemaal aan, dat zijn wij zeker niet. Wij doen nuttig werk en we zijn bepaald niet idioot. We moeten zelfs wel bewust afstand houden van al te grote idealen en grote woorden, want dat wordt al snel het met het vingertje wijzen. Dat willen we niet, dat kunnen we niet. En je hebt ook nog genuanceerd, ja, eigenlijk hebben kunstenaars en architecten ook een relatief marginale rol in het grote weerwerk van krachten en machten waar we in de wereld over praten. Lichtpuntjes, de rol van de Nederlandse architect in het buitenland. Lichtpuntjes in het feit dat je ook in je vrijere werk, bijvoorbeeld voor een Europese campagne, het grote verschil kan maken. Lichtpuntjes toch ook, als je het over engagement hebt, de manier waarop je je organisatie leidt, wat je in het vreemde aan lessen en gedrag kunt voorleven. Tegenover misschien de voorzichtigheid die er ook weer bij gepaard gaat om in ieder geval geen grote en hoogdravende idealen na te streven. Dat is eventjes de tussenstand voordat ik jullie de vragen, opmerkingen zou willen vragen te maken. Wie? Ik kom even bij je met de microfoon, want anders weten we A niet wie je bent, dus dat moet je even zeggen. En probeer het een beetje een vraag te doen en ik hang vast. Dat scheelt jou een langer. Lukt mij wel, ja. Ik ben Tarek Sedouma, ik werk met Kirak, ik ben kunstenaar. Jij presenteert opeens de term Useful Idiots, iets dichtbij. Een beetje op het laatst, en ik vraag me af, wat is jouw bedoeling daarmee en hoezo verbind je dat nu aan deze discussie? Want ik begrijp eigenlijk helemaal niet hoe dat in verhouding staat tot waar we het over hebben gehad eigenlijk. Nou, dat moet je eigenlijk ook eventjes aan Schenk vragen, want die heeft dat in zijn boek op een gegeven moment ook geanalyseerd. Hij zegt ja, eigenlijk ja, dat de machthebbers er zo over praten als het gaat over de rol van de avant-gardisten. Maar, ik zou ze zelf nooit useful idiots noemen, maar het is wel waar dat ze in zekere zin misbruikt zijn, of dat de macht hebben geprobeerd ze te misbruiken. Dat lukte ook wel niet heel erg, want ze bleken eigenlijk heel moeilijk, in ieder geval een aantal, in ieder geval Malevich en Tatlin, heel moeilijk te manipuleren zijn. Anderen weer wel. En die hebben ze wel degelijk deels voor hun karretje kunnen spannen. Dus als dat dan useful idiots zijn, ja, dat zijn dan useful idiots. Maar daarvoor vind ik die kunstenaars eigenlijk veel te inspirerend en interessant. En daarmee doe je ze ook enorm tekort. Ze hebben door die ingewikkelde positie in te nemen, in zekere zin juist hun positie beschermd. Ja, en ofwel je gelooft dat kunst echt iets is, dat het om wat het is een bepaalde rol speelt in de samenleving, of hoe je dat dan ook verder wilt formuleren. En dan zijn het geen useful idiots, dan zijn zij de enige usefulle mensen eigenlijk. Hè? Behalve natuurlijk, ja, als je inderdaad vindt dat als kunst alleen maar van waarde wordt op het moment dat het zich voor een ander doel sterk maakt, ja, dan kun je zeggen, dan zijn ze mislukt geweest. Hè? Dan zijn het useful idiots of helemaal niks. Mooi gezegd. Nee. Nou, als je kijkt naar de architectuur van Nederland, dan zijn architecten wel steeds meer richting de useful idiots toegeschoven. Op het moment dat ze na de hele volkshuisvesting werd uitgekleed en het ministerie van Vrom werd uitgekleed, werd en daarmee ook denk ik de positie van de architect in Nederland tamelijk gemarginaliseerd. En zij worden ze nu steeds vaker gehuurd voor, zeg maar, voor feesten en partijen in zekere zin om, ja, een soort van
mooie collagetjes te maken van dingen die nooit zullen gebeuren. En waarom ze... Dit is een heel belangrijk punt, want echt midden in de crisis is ook de vijfde en de vierde en de derde nota afgesloten. Dat betekent dus dat het hele visiedocument, wat altijd door architecten werd gemaakt, hè, naast het ministerie van Vondel opgegeven werd. De architecten die aan de visie voor Nederland werkten weggehaald zijn. Kijk, voor ons was het echt verbazingwekkend. We hebben de directie van de Rijksgebouwendienst langs gehad met de vraag wat we met 16 miljoen vierkante meter leegstaande kantoren moesten doen. Dus wij zeiden, nou, daar had je dus voor 30 miljoen aan mensen architecten voor in dienst die, dat, die daarover na konden denken. Nou, die zijn er dus niet meer. Terwijl in Qatar hebben we een plan met een visie tot 2030. Saoedi-Arabië heeft ook, wat je er ook van denkt, maar die heeft wel een visie en een plan tot 2030 gemaakt. Dat geldt voor heel veel landen. Wat is nou onze visie tot 2040 of 2050? Nou, daar maken wij ons wel zorgen over. Kijk, we hebben 90% van ons werk is buiten Nederland. Als ik een luchthaven wil bouwen, dan kom ik er in Nederland niet tussen totdat we eerst een luchthaven hebben gebouwd. Nou, die hebben we inmiddels in Georgië gebouwd. Maar en hoe analyseer je dan, als ik vragen mag, het feit dat Nederland had zo'n grote traditie eigenlijk in het modernistische bouwen, dat juist vanuit allerlei idealen ontstond. Of die idealen nou zinvol en productief waren of niet, maar ze ontstonden vanuit dat soort idealen. Nederland had daar een enorme positie in. Hoe is dat zo verdwenen? En speelt misschien de mislukking van die modernistische idealen daarin een rol? Ja, goede vraag. Ik laat het even aan jou over. Ja, ik ben misschien ik dat Peter daar ook bij kan helpen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, ik denk niet dat ik daarbij kan helpen. Okay. Nee. Ja, dat komt gewoon echt doordat ik... Ja. Ik Nee, ik voel daar niet echt een... Dat ik daarover kan oordelen, omdat ik er ook echt geen idee van heb hoe die dingen gaan. Okay. Ja. Nou ja, wat volgens mij in ieder geval voor visie van Nederland is met het stuk gaan van Paars. Daarmee is ook. En met de PvdA die dan zijn ideologische veren naliet wegstofte, is daarmee in ieder geval een hoop gedaan. Met de liberalisering is natuurlijk een hoop verschoven. Met een aantal kabinetten die naar de cultuur tot Harry Potter reduceerden. Ik vind het wel mooi dat we gaandeweg zeggen, ja, het engagement is niet zozeer verdwenen bij de kunstenaars en de architecten, maar bij degenen die de beslissingen nemen. Ik denk dat er zijn. Ik weet niet of jullie de Rudy en Freddy show wel eens luisteren. Echt top. Moet je echt doen. Het is een podcast. En dat wordt eigenlijk vanuit een economisch perspectief worden de casussen aan de orde gesteld. Een van de casussen die ze aan de orde stelden in de laatste podcast ging over de Europese Unie en de wetgeving daarin. En dat sluit aan bij jullie onderwerp. Bijvoorbeeld een van de punten was de afschaffing van het 2000 watt stofzuigers. Nou, dan vraag je je af, wat heeft dat ermee te maken? Eigenlijk bracht dat een grotere CO2-reductie teweeg dan alle CO2-maatregelen van de laatste 5 jaar ongeveer. En zo zijn er een aantal van dat soort economische parameters waarbij de wetgever, de regeringen, feitelijk sturend zijn in de innovaties. De volledige stofzuigerindustrie van Europa was super blij daarmee. Want dat betekent dat ze een nieuwe uitdaging hadden. Hè, die stofzuigers mochten allemaal maar 750 watt zijn. En de uitdaging was plotseling om op andere parameters te gaan concurreren. En het bedrijfsleven is ontzettend goed in concurreren. Maar waar ze minder goed in zijn, is om de parameters te stellen. Dus als wij met elkaar afspreken, we willen CO2-neutraal Europa, we willen roetvrije steden, nou, dan moeten we dat gewoon gaan doen. En dan zul je zien dat de manier waarop het bedrijfsleven daarop gaat reageren, kan eigenlijk innovatie in de hand werken. Okay. En dat hebben ze op fantastische manier in die podcast. Een oproep aan de politiek om te besturen, om wetgeving te maken, met andere woorden, om eigenlijk het engagement te laten zien en te horen. Ik heb nog een paar... Niet alleen, hè? Want daarin wijkt het natuurlijk heel erg af van de kunst. Dus je ziet nu juist heel erg hoe subsidieverstrekkers aan kunstenaars een soort van vuistballen en zeggen, kunstenaars moeten voortaan... Moeten divers zijn en ze moeten voldoen aan bepaalde eisen. En een van die eisen is natuurlijk engagement. En het probleem daarvan is dat
engagement op allerlei manieren kan voorkomen. En dat de manier waarop zo'n commissie dat dan voor ogen heeft vaak... dat het vaak gewoon dat het dus ook helemaal geen ruimte meer laat aan de kunstenaar om zelf de waarde te wegen van juist die eisen bijvoorbeeld die de commissie stelt. Dus wat is je engagement? Wat vind je belangrijk en waarom? Dat staat van tevoren natuurlijk helemaal niet vast. Oké. En ben je en of je het überhaupt bent? Dat is ook een vraag die je moet kunnen stellen. Een aantal mensen nog in de zaal die willen reageren en vragen willen stellen. Ik kom eventjes bij u en zeg even wie je bent. Ja, ik ben Bernard Hulsman, schrijver van NRC Handelsblad. En ik heb een vraag aan Stefan Petterman, want jij hebt het al even aan de orde gesteld. Het CCTV-gebouw in China. Daar was toen wat er in rumoer om. Ian Buruma had er kritiek op. Die zegt, ja, je kunt wel ziekenhuizen bouwen in China, maar niet dat CCTV-gebouw, want het is staatstelevisie. En dat komt er eigenlijk op neer dat je kamertjes voor de censuur ontwerpt. En dat heeft de OMA ook gedaan. Maar het argument van Remco Holhaas was toen... van ja, maar met het CCTV-gebouw kunnen we dingen veranderen. En dat was dus meer openheid, meer democratie in China. En dat is nou net niet gebeurd in China. Ik ben heel benieuwd hoe OMA nu terugkijkt op dat CCTV-gebouw... en wat nou de bijdrage is geweest aan de veranderingen in China... Nou, ik ben niet OMA, maar ik kan er wel antwoord op geven, maar dat wil ik dadelijk stellen. Ik denk dat er wel degelijk positieve effecten aan verbonden zijn. Dat er een sterk icoon staat dat wereldwijd bekend is en waar ook alle kritiek op de Chinese staat ook aan opgehangen kan worden. Waarbij ook de kritiek op CCTV in China zelf aan opgehangen wordt. Het gebouw is in China zeer omstreden. Met name ook eigenlijk vanuit een heel andere hoek, waarbij de president op een gegeven moment een verbod heeft uitgeordend op gekke gebouwen. En dit soort gekke gebouwen dus eigenlijk niet meer konden. Waarbij er ook in de architectuurhoek in ieder geval een enorme discussie over wat is dan überhaupt een gek gebouw is ontstaan. Voor een deel heb je als architect een beperkte rol daarin natuurlijk. Maar tegelijkertijd is de openheid in China ook voor een deel echt wel sterk vergroot. Dus ik zou je daar ook dat we veel meer weten nu over China dan over 5 jaar geleden überhaupt. Maar dat kun je niet ophouden hangen aan een gebouw. Maar het is gewoon aan alles wat viral gaat, alle filmpjes, alle overstromingen, et cetera. Alle pogingen die de Chinese staat zelf in China doet om bepaalde dingen onder pet te houden, lukt ze steeds minder makkelijk. Er zijn ook... De repressie is enorm toegenomen. Internet staat onder curatele, CNN kun je niet meer zien. Mag ik Bernard iets voorleggen? Ja. Wat we volgens mij een beetje aan het leren zijn, en ik vind dat Cheng dat heel mooi heeft verwoord, is dat juist in de tussenruimte, de moeizame tussenruimte, sorry dat ik nutteloos idioot toen, jij gaf daar een mooi reply op, je zei juist in de tussenruimte het er tegen blijven bewegen, het jezelf in een zekere zin toch verzetten, langzamer naar beneden lopen dan de machtshebber wil, verschillen toch proberen net te maken in de architectuur of in de keuzes van het doorwerken, kan je toch iets van een verschil maken? Wat vind je daarvan? Nou, Cheng maakt in zijn boek duidelijk dat die rol van die avant-garde eigenlijk was zeer beperkt. Ze werden 1 jaartje werden ze gebruikt, daarna werden ze aan de kant geschoven en daarna was het afgelopen met ze. Ik heb zijn boek zeer lovend besproken, maar waar ik achteraf, en toen ook eigenlijk al, maar ik denk, kan ik een stuk niet kwijt. Dat is dat hij geen oog had voor de totalitaire kant van Malevich bijvoorbeeld zelf. Dat was echt wel een zeer onverdraagzame kunstenaar die Chagall aan de kant zette en zo. Dus ik weet niet wat de bijdrage van de avant-garde nou precies geweest is aan de Sovjetstaat. Ik denk dat hij nihil was. Ja, dat denk ik ook. En inderdaad, ik vind het is zonder meer waar dat Malevich een zeer onaangename
figuur was of kon zijn en ook zeer onverdraagzaam was. Totalitair was hij volgens mij niet, want daar had hij simpelweg niet de macht voor. Hè. Je moet wel daadwerkelijk macht kunnen uitoefenen om totalitair te zijn. Hij had het over een metogenoze oorlog die tegen de tegenstander moest worden gevierd. Zeker. En hij heeft nooit de macht gekregen. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Op het moment dat hij dat wel had, hè, bijvoorbeeld op het moment dat hij even het baas was van het Kremlin, hè, heeft hij dat uiteindelijk niet gedaan. En uiteindelijk ja, was dat. Hij gedroeg zich als een kunstenaar in zekere zin. Dus ja, hij schreeuwde veel in het rond. Maar in de praktijk, als je daar nou werkelijk naar kijkt, ja, dan kon hij wel het leven zuur maken, kon er een nare streek uithalen. Maar om hem daardoor bijvoorbeeld op hetzelfde niveau te zetten als die Bolsjewistische leiders, ja, dat klopt gewoon niet. Dus dat is niet vol te houden. En om even terug te gaan op het punt wat jij zegt, ja, tussenruimte vind ik ook nog weer een moeilijke. Ik geloof ook dus niet dat ze een positieve rol hebben gespeeld in de opbouw van die Sovjetstaat. Ze hebben nauwelijks een rol gespeeld, inderdaad. Misschien maar goed ook. Wat je nog zou kunnen zeggen, hè, ik vraag me heel erg af om het heel erg veel zin heeft om een enorme morele oordeel te vellen over een architect die zoiets doet. Ik twijfel daar zeer aan of dat zinvol is. Waarbij ik eerder geloof dat als die architect in staat is, hè, om ondanks alles, in ieder geval zelf erin gelooft, dat hij iets uitzonderlijks kan maken, dat op zichzelf waardevol is. Helemaal los van ja, of je iets kunt communiceren, een gesprek tot stand kunt brengen. Dat soort formuleringen vind ik, om heel eerlijk te zijn, een beetje loos. Het gaat hem om het creatieve moment. Ja, ik geloof daarin dat daar een pure, ondoordringbare waarde in zit. En dan wordt de rol van zo'n kunstenaar, hè, die dan voor mijn part zich in zo'n wespennest steekt, hè, enigszins aanvaardbaar. Maar dan moet hij dat ook wel kunnen doen. He, en of je dat gebouw nou mooi of lelijk vindt van Koolhaas, het is niet het gebouw wat zou neergezet zijn door ja, gewoon architect numero 1 kameraad Ching, zal ik maar zeggen. Want die had gewoon ja, een monoliet neergezet, iets wat de macht symboliseert. Dus ja, ik vind het voortdurend moraliseren van de positie van kunstenaar daarom problematisch. En ik vind dus dat je dat ook niet moet doen. En hetzelfde geldt voor Malevich. Okay. Die was een belangrijke figuur. Punt. Omdat hij een ongelooflijk goede kunstenaar was. En dat hij een klootzak was, tampie. Volgens mij heb je hier mooi genuanceerd wat het ingewikkelde balanceerspel van vanavond was. De rol van de architect en de kunstenaar. We hebben iets geprobeerd van die positie te begrijpen. Uiteindelijk is volgens mij de basisconclusie, het zijn ook maar mensen. Met een zeker opportunisme om het verschil te maken. En als het dan af en toe mag lukken om er echte grote kunst in te scheppen. En dat is het ware geloof geweest, de ware kunst geweest. Dan moeten we dat prijzen. Mag ik jullie alle vier heel hartelijk bedanken. Geef ze een hartelijk applaus. En tot slot. Jullie hebben allemaal een kaartje op je stoel gevonden waarmee je deze bijeenkomst mag beoordelen. Er wordt publieksonderzoek gedaan in de balie. Laat het achter of gooi het in het mandje bij de uitgang. We zijn benieuwd naar jullie opvattingen. Dank jullie wel. Dankjewel.